aan zo'n bureau. Luc, zie me nog een beetje los. Ik dacht, we hebben nog zometeen wel even. Ja, hartstikke mag. En het gaat gelukkig toch wel te laat, jongen. Tot op vloeiend lezen. Dit zijn ze allemaal. Is niet de goede, kijk maar. Dat was. Wil je gelanceerd? Een vervelende reactie, maar niet compleet. Juist! Ja. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe video. Wij zijn de Bellinga's, familievloggers. En jawel, het is weer een nieuwe dag. Woezel en Pip die wouden gauw al even naar buiten. Wij hebben met z'n allen even rustig aangedaan. Want ik ga vanavond met goede vriend Yilmaz veel stappen zetten. Als speedwalkend. Dus kan ik nu ook lekker. Kijk. Ze zitten lekker aan het ontbijt. Goedemorgen allemaal. Lekker geslapen. Ja. Ja, ik vertelde al. Papa gaat zo meteen met Luan op zolder maar eens even helpen met je huiswerk maken. Hè? Want ik ga vanavond stappen zetten met goede vriend Yilmaz. Dus dan gaan we jou eens even laten zien hoe de papa altijd snel zijn huiswerk maakt. Want dan ben je er ook weer snel vanaf. Hè? Nou, kijk vandaag weer gezellig met ons? Nee. Nou, Luan, welkom bij meester papa zijn bureau. Ja. Ik heb het even zo gemaakt. Kijk, hier hebben we die mooie zetel uit papa en mama's leeshoekje. Hebben we even omgedraaid. Zit jij zo mooi in het bureau. Nou, doe eens even je boekjes bij elkaar pakken. Want ik heb hier weer het rooster van juf. En dan gaan wij eens even kijken wat wij vandaag hier mogen gaan doen. Ik begin altijd met deze dikste boek. Okay. Het is vandaag dinsdag. Ja, het is dinsdag 12 januari 2021. Ja. Juf Eva schrijft, vanaf 9:30 starten we in groepjes en krijg je instructies voor rekenen en spelling. Klopt. De tijden staan onderaan in het document. Lezen ga je doen straks, tafels ga je oefenen, rekenen ga je oefenen en spelling en schrijven. Oké, maar dat is wat juf Eva gaat doen. En dan dinsdag is er ook nog 12. Een lijstje wat papa moet doen, toch? Een lijst. Als alles mee zit, groepjes. Ja, oké. Luan, jij moet om 9:45 ook rekenen. 9:45. Ja. Maar laten we dan eerst maar de huiswerk doen. Rekenen met de juf? Ja, dat is in die teams. Oh. Zo, terwijl Luan boven zit met papa, heb ik hier het programma van Lucilla. Kijk, heel grappig. Het is echt zo'n kleuterprogramma. Dit is een beetje het programma wat ze vandaag kan doorlopen. En we beginnen vandaag met ochtendgymnastiek. Wil je wat laten zien? Ja. Wat wou je laten zien? Ik heb dit geschreven. Zal ik het voorlezen? Als ik een Pip knuffelt. En als ik Woezel knuffelt. En als ik Sammy knuffelt. Lief, heel lief van jou. Knap hoor, schatje. Zullen we nou lekker gaan dansen? Ja. Wat de juffrouw jou heeft. Dan klikken we hier op ochtendgymnastiek. En dan krijg je hier iets meer info. Dan krijgen we een filmpje. Kijk, hier hebben we ochtendgymnastiek. Zie je dat? Ja. Nou, dan gaan we maar beginnen. 2 keer 3. Ja? 5. Nee. 2, 4, 6. Oh, 6. Ja. Dan moet je 3 keer 2 optellen. Tel mij. 3, 6. 9. Ja. Nou, dit gaat veel sneller dan bij mama. Ja, natuurlijk. Dit is een papa de hele dag jongen achter dit bureau. Dan kun je goed concentreren, dan word je niet afgeleid. En dan ben je er ook veel sneller vanaf. Ja. 25? Ja, 5 keer 5 is 25. Hier, tjikkatjien. Luxie moet nog een beetje loskomen, hè? Dat is heel leuk om te kijken. Ja, Woezel Pip ook. Goed zo, Sil. Dat gaat lekker. Ja, rekken en strekken. Paratiek. 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 En nog lekker op muziek. Woehoe, applaus. Nou, de tafels 1, 2, 3, 5 en 10 heb je gedaan. Yes. Ging heel goed. Nou, dan gaan we nu naar de volgende bladzijde. Dan gaan we klok kijken. Ja. Lees het gewoon eens voor wat er staat. 5 over 7:30. Lees door.
voor... Nee. 10 voor 7. Moet ik dat gaan... Nee. Waar staat het getal 7? Oh, voor 7. Ja, dus de lange staat op de 10 en de kleine staat op de 7. Volgende is een Bijbelverhaaltje van Jezus in de tempel. Nou, plof maar lekker op de bank. Je verschuift een zware tas op haar schouders. Wat een tocht. 72 min 9 is inderdaad 63. Nou, dan gaan we naar de volgende. 34 plus 9. Hoeveel is dat? Oh. Heel simpel. Als je er 10 bij opdoet, is makkelijker denken. Wat is 34 plus 10? 34 plus 10. Ja, dan kijk je naar de cijfers. Komt hier eentje bij op. Ja. Wat is het dan? 40. Ja, maar dan moet er eentje van afgetrokken worden. Dat is 44 min 1, want er moeten niet 10 bij op, maar 9 bij op. Dus dan is het 43. 27 plus 8. Kijk je naar je handen. 7, gooi er eens 3 bij op. 1, 2, 3. Nee, doe zo 7. In je hoofd denken 7. Gooi er 3 bij op. Is? 30. En dan hebben we er nog hoeveel over? 5. 30 plus 5 is? 30 plus 5. 35. Yes. 35. Ja, het zijn ezelbruggetjes. Zo heb ik het geleerd op school. 79 plus 6. Ja, is? 85. Oh, appeltje eitje. 42. Yes. Nou, nog 3 kolommetjes, man. Dan hebben we de plus- en minsommen tot 100 weer gedaan. Oh ja. Minimaal een half uurtje binnen met je speelgoed spelen. Nou, zoeken jullie maar je speelgoedjes uit. Gaan we even spelen. Mama. Wat willen jullie doen? Mag je ook schrijven? Schrijven? Tuurlijk mag je schrijven, liefie. Nee! Oh. Ja. Ik een boek. Nou. Kijk, dit had ik al aan jullie gelezen. Ja, wil je nog wat schrijven? Moet mama woordjes zeggen dat jij het woordje schrijft? Ja? Schrijf op jas. Hoe gaat het hier ook? De je, zo, je, met een puntje erop. Ik dacht, we hebben nog zometeen wel even over, 10 minuten, van deze oefening. Kijk, zie je hier, Luan? Kijk eens even hier achter jou. Al die boeken, die leest papa allemaal. Of die heeft papa allemaal gelezen, ja? Dus vaak, als papa dan een half uurtje over heeft, als ik klaar ben met mijn boekhoudwerk, ga ik nog een boek lezen. In die chillstoel. Daar in mijn, ja, dat is mijn studeerhoekje, hè. Oké, maar we hebben nog 11 minuten. Dit gaan wij in 11 minuten fixen. Afgesproken? Box. Oké. Okay. Tuurlijk, man. Dat kunnen we. Jas, yes, hartstikke goed, Sil. Schrijf op. Oh, jij ook, heb jij ook een boekje? Hond. Huh? De H. De H. Dat is net als het nu, maar dan een streepje lang. Ja, heel goed. En dan de O. O. N. En dan de D van deur. De. De. Van die kant of die kant? Nee, de die kant. Wat mama gezegd met het balletje? Kijk. Zo. Om. Nee, dat is een B. Dat is de B. Je moet balletje aan de andere kant. Mam? Ja, goed zo. Hond. En jij, wat schrijf jij helemaal op? Oh, dat is ook mooi, liefie. Kat. 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 Dit, hoe moest het ook alweer? Die weet je wel. Dat streepje ertussen. Een stokje met een staartje en een streepje ertussen. Goed, kat. Hartstikke goed, Lucilla. Toppie. Duke en Jasmijn krijgen samen €60 van hun buurvrouw. Ze moeten het eerlijk verdelen. Hoeveel krijgt ieder? 60. Ja? Nou, hoeveel personen zijn het? 1, 2, 3. Ja? 3 en... Dat gedeeld door 60? 20, 40, 60. €20 krijgen ze ieder. Het is gewoon heel simpel. Dan ga je die €60 delen door 3 personen. 20, 40, 60. Volgende zin. In de klas van Jonas zitten 15 kinderen. Ze zitten in 5 even.
grote groepjes oorbel, kan je wel. Mag ik een iPhone? Ja. Voor 3 minuten begint het. Ja, succes jongen. 2 minuten. Gaat het goed boven met papa? Heel goed, het ging echt veel sneller. Oh. Mam, ik was 5 minuten eerder klaar dan jou. Oh. Goed zo jongen. Heel goed. Wat zei ik ook alweer? Oorbel. Oh ja. Oorbel. Twee ootjes. En we zijn klaar met dit rekenwerk. En het is 9 uur 27. Oh. 3 minuten om in te loggen bij juf. Top man. We zijn dus bij de pagina gebleven. Rekenen. Voor woensdag 13 januari. Dus hier gaan we morgenochtend weer mee beginnen. Dit is nu klaar. Groepje 2. Rekengroepje 2. Deelnemen. Deelnemen. Oké, ik ga hier mijn werk doen. Ja. Jij doet hier. Ja? Nou, Luan, dan heb je geluk. Kijk, nu, omdat je zo... Het is 9:30. Hey, en mijn luister eens. Omdat je de tijd nu zo de baas bent, ben je een kwartier te vroeg. Maar wat doet papa altijd als hij een kwartier te vroeg is? Dan werk ik wat in het vooruit. Ja. Nou, dan gaan we alvast beginnen aan wat huiswerk van woensdag. Ja. Maar ik heb ook nog andere huiswerk. Ja, dat ga je zo doen. Hoe bedoel je? Deze moet ik ook nog maken. Oh, nou, pak het andere dan. Niet alleen. Oké. We hebben nog een kwartier de tijd. Dus ja, waarom die kwartier verliezen dan? Nou, dan doen we heel even. Waar heb ik die nou weer gelaten? Ja. Die en. Hè? Zit er niet bij. Dan doen we alleen deze. Nee, wat mis je dan? Nee, de meisjes. Hou maar even op. Deze? Oor. En dan bel. Nou, gelukkig, Luan die kwam even mijn iPhone halen, omdat hij in moet loggen om dan zo meteen met zijn groepje rekenen te doen, volgens mij nu. En dan schrijf je het eronder. En het gaat gelukkig goed. Volgens mij was hij wel enthousiast, tenminste enthousiaster als dat hij met mij klaar is. Oorbel, ja, heel goed. Laatste woordje. Mond. Mond. En Luxie is heel druk in de weer met haar schooltasje. Ik zei tegen Luxie van, Luxie gaat ook naar school. En toen pakte ze haar tas. En toen zei ze, huis niet school. Ik, nee, huis is niet school. Maar het is alsof. Ja, mond met een D. De. Denk maar aan de bal. De bal is je schop. En dan een bolletje aan de andere kant. Of nee, Luxie is lekker met de tas aan het spelen. Ja. Oké, vriend. We hebben nog een kwartier de tijd. Wat gaan we nu doen? Nou, we gaan eerst even lezen. Deze twee extra vette dingen. Ja, zullen we eerst even schrijven? Ja, schrijven dat is wel wat belangrijker dan extra vette. Dat bedoel ik. Deze, nou, kun je ik terug, ga dan. Vandaag... Ja, wat gaan we schrijven? Even kijken. Ik ben al ver, hoor. Oh, de U gaan vandaag de leren U. Van Luan. Ja. Nou, de hoofdletter U. Als je ook beleefd bent, spreek je wat oudere mensen ook altijd aan u. Met u. Ja. Uw hond of hallo. U. Hoe maakt u het? Ja, u of u. Nou, zeg maar wel, jongen. We gaan een hele spelletje doen. En dat is rummikuppen. Rummikuppen. My first rummikup is dat. Dat is voor kinderen. Ik heb het gisteren voor het allereerste keer met Lucilla gespeeld. En ik voel het wel leuk, hè, Liefie? Oh, je hebt de... drie nodig. Ja, ik heb die terug. Het is dus de bedoeling dat je dus 1, 2, 3, 4 of 3 keer of dezelfde neerlegt. Oké. Okay. Mag ik het 10 nu leggen? Ja. Wil je het 10 pakken? Pak maar 10. Eerst wil ik 10. We zijn de tijd mooi de baas. Hoe voelt dat? Fijn. Zie je nou waarom papa vaak geconcentreerd even op zolder aan zijn bureau werkt? Ja. Dan ben je veel sneller, ben je veel efficiënter. En dan ben je er ook zelf van, hè? Ja. En elke dag beginnen... Met waar je geen zin in hebt. En het is je huiswerk, voor papa is dat administratie, de boekhouding, e-mails, telefoontjes. Maar gelijk doen, weet je waarom? Nee. Ja, dan is dat al eerder klaar. Dan heb je tijd dan, om leuke dingen te doen. Kun je dingen doen die je leuk vindt? Ja. Bijvoorbeeld dat wij gisteren naar de wasstraat gingen. Ik ben een kwartier te vroeg. Oh. Ben je het toch al te laat, jongen? Ja. Mama, Luxie wil een joker. Maakt niet uit. Ze doet het een beetje als joker mee. Hier heeft hij 5 keer moeten schrijven. Dan 5 keer hier. Dan
Vijf keer hier, vijf keer hier, vijf keer hier. Dan vijf woordjes. En nu daar. Ja, dat is heel goed, want dan zit het in jouw onderbewustzijn opgeslagen. In je hersen. Ja, uitgang. Zo studeer je heel snel en efficiënt. Ja. Trots op me zo, jongen. Je bent een topper. Wie gaat ze beginnen? Ik! Luxie. Nou, Luxie, leg jij maar wat steentjes op. Luxie doet voor spek en bonen mee, jongens. Ja, dat zelf ook niet precies het goede. Nee, ze doet gewoon een beetje het idee dat ze meedoet, zeg maar. Ik ga vast een idee neerzetten. Ja, leg maar vast wat neer. Even kijken. Die dingen diep in elkaar. Ik heb iets. Nou, mag jij beginnen? Leg maar op. Ja. 1, 2, 3. Ja, moet je alleen zo. 1, 2, 3. Of van links naar rechts. Oh. Hartstikke goed. 1, 2, 3. Mama kan niet. Dus dan mag ik er een pakken. Wat kan ik? Boterham, zonnetje, vlooien, rekenen, tekenen, oort, niet, oort. Tekort. Hebben we te kort tijd? Te kort. Ja. Minuut. Hoeveel? Liter. We hebben nog? Te akel. Zes. Nog 1 minuut. Nee, 6 minuten. Oh, 6 minuten. Kikker kwam een verhaaltje voorlezen. Ja, 10, 10, 10. Nou ben jij weer. Even kijken. Ik moet echt die 8 hebben. 8. Ja. Heb ik wel een blauwe 6. Maar die moet ik hier verzetten. Nee, maar je hebt wel een joker. Dus je kan de joker daar neerleggen. En dan de 7 pakken. Hey, toppie. Dan kan je die opleggen. Toppie. 6, 7, 8. Hartstikke goed. Hey, zie mama. Ik heb het. Nou, stukje aan de beurt. En die heb ik niet. Nee? En daar doen. Oké. Vloeiend lezen. Niet Daniel. Daniel. Ja, ja. 3 gekken uit het gekkenhuis hebben een plannetje. Ze willen een ruimteschip naar de zon sturen. 5, 4. Ja, 8. En een 7. Toppie, Luxie. Okay, nou is Priscilla weer. 1, 2, maar heb ik alleen maar een rode 3. 1, 2, 3. Wat is er? Sorry, ik heb een sticker van gepakt, want ik kom niet. En hoeveel minuten hebben we nog over? Nog. 5 minuten. Nou, dan moet ik dit nog doen en dan ben ik klaar. Ja, Rosa heette ze. Edward. Rosa heette ze. Maar blonde haar staarde als de zon. Haar ogen leken wel sterren. Ik heb nog maar 3. En 3? Ik heb nog maar 2. Dus je moet 2 hebben. Nee, ik heb een 3. Maar ik moet die 2 hebben. Die 2? Kijk, nog maar zo. 2, 3. Ja, mama. Waar is jouw 3? Waar is jouw 3? Waar kan je die leggen? Mama. Ja, goed zo. Nou, dan heb jij er nog 1. Nee, ik heb er ook nog 1. Oh, Luxie. Oh, goed zo, Luxie. Mooi. Mama. Oké, het gaat er nou mama, om of Lucilla of mama gaat winnen. Mama, ja. Als we hier nog een 1 bij leggen van Luxie... Ja. En dan nog een 2 bijleggen. Ja. Een 3. Ja, dat kan. Nog een 3. De 1, ja. De 1, 2. Hoe moet ik een 3? Ja, maar dan heb je hier 2 liggen en dan mag je geen 2 hebben. Dus dan doen we deze 2 hierbij. Dan hebben we alleen nog de 1 over. En de 1 kunnen we nergens meer bijleggen. Bellen. Oh jawel, kijk, de 1 kan je hier aanleggen. Hé, hey, wie heeft er nog gewonnen? Lucilla! Goed man, kijk. Dit zijn ze allemaal. Super goed gedaan. Nou, dit was een leuke rekenles, hè? Maar niet te snel. Yes, en hoe laat is het nu? Kijk eens, je hebt hem. 44, inloggen. Dan ben je als eerste in de groep. Ja.
Top man, kijk. Dit huiswerk hebben we allemaal al gedaan. En dit huiswerk ga je nu nog met de klasgroep doen. Ja. Trots op jongen, loop maar in, dan ben je de eerste. Hey, terwijl jij dan dit gaat doen, zie je deze berg hier? Ja. Hey? Ja. Deze berg moet papa allemaal verwerken. Oké. In mijn administratielaptop. Ja. Dus jij gaat hier studeren en papa die doet daar zijn werk. Ja. Het volgende spelletje is Loco. Oh. Heel goed, Sil. En Lucilla heeft hem helemaal goed gedaan. En Luxie is met de kleuren bezig. Moet ze de goede kleurballonnen, die balletjes, zo, op de goede kleurballonnetjes van het nijntje plaatje wat leggen. Wat moet ik hier doen? Oh, dat is niet de goede. Kijk maar. Welk plaatje horen bij elkaar? Moet je kijken. Boom. Wat hoort er bij een boom? Een eikeltje, denk ik. Nee, een vogelhuis. Vogelhuisje? Nee, dat hoort bij een vogeltje. Nou, Luan, je zat als eerste in de klassengroep. Het is precies 0946. En dan schrijft je het volgende. Beste ouders, verzorger. Vandaag kunnen de online lessen helaas niet plaatsvinden. Ik heb griep. Nee, ik ben ziek geworden. Ik hoop dat ik snel ben opgeknapt. De schrijfles komt daarmee te vervallen. Ik hoop dat het morgen weer lukt om online les te geven. Hartelijke groet, Eva. Maar dat is wel heel sneu. Nou zeggen we, juf, heel veel beterschap toegewenst. We zaten er eigenlijk als eerste klaar voor. Ja. Maar kun je dat dan ook niet zelf? Of nee, dat moest zij echt voorlezen. Ja. Nou, dan heb ik als papa meester een verrassing. Luan is... klaar. Ja! Nou, oké, morgen gaan we gewoon weer doen. Morgen wat zitten we hier moeten weer doen? Nee, maar kijk nou eens. Hoe laat zaten we hier? Om 9 uur. 9 uur. En hoe laat is het nu? Kwart voor 9. 10. Kwart voor 10. Ja, dus hoe lang heb je maar nu hoeven studeren? 3 kwartier. Ja, zie je dat? Zoveel sneller ben je dan. Nou, fijn en tot morgen. Ik ga nu weer mijn werk doen. Ja, nou. Kus. Zeg je dan. Succes. Nou, dankjewel. Ja, super. Ik laat dit hier gewoon liggen, hè? Ja. Ja. Dit is gewoon jouw papaschool. Plek. Hey. Ajo. Doeg. Kijk, en nu, wat papa dan meestal doet als hij klaar is met zijn werk? Wat hangt er nog allemaal aan de lijn? De was. Nou, maar dat doet papa. Ga lekker spelen, hè? Leg je die aan de oplader? Yes. Yo, doei. Luan, die is er ook weer. Hallo, jongen. Ja, jullie hebben het nieuws gehoord. Oh, ja? Oh, ja. Had je al verteld in de vlog? Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaat Luan nou even de meisjes helpen, hè, met het werkje. Vindt ze ook leuk. Ja, dan ga ik heel even wat voor jullie werken. Wat hoort er bij een paddenstoel? Een paddenstoel, een mand, hè? Want paddenstoelen kan je dan plukken en dan doen ze vaak in de mand. Een bloem. Oh. Die hoort volgens mij bij de mand. Zullen we het gewoon doen? Een bloem? Ja, want vroeger. Nee, niet voor de bloem. Voor nee, de paddenstoel. Dat is niet waar. Want deze, ik zag net onder deze. Het moet ergens van hier. Ja. Kijk. Ik weet het te vinden. Die hangt net zo uit een bloem. Nee. Wel. Oh, nou. Lucille. Oh ja, ja. Het is een vogel. Makkelijk, een vogelhuisje. Maar wat heb ik voor paddenstoel? Oh, ja. Wouter. Een 6. Voor een eikel. Ja. Waar zijn we? 7. Is een bos. Oh, makkelijk. Ja. Is een her. Ga je verder? En 9. Is gevallen. Een kikker. Och. Wat 10. Silla is die unicorn mooi geworden. Dank je. Heeft Silla die gemaakt? Aan jou? Nee. Mooi hoor. Ben jij ook een beetje Silla mee geholpen? Nee. Oh. Nee. Yep. En Luxie, zullen we dan hier weer verder mee gaan? Kom. Nou, dan pak ik het. Kijk, dat ik dat goed heb. Nou, dan gaan we deze weer doen, ja? Bla 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 bla. Maar begrijp je het spel? Bla bla bla. Bla. Nou, Lux. Oh! Bijna! Luxie. Nee, zullen we die dan. Bijna was het goed nu. Nou, ga jij die weer doen? Ja, dan moet je de goede ballonnen op de goede kleur doen, ja? Die. Ja, die hoort daar, hè? Nou, doe jij de andere? Ja, die. Daar toch? Daar, ja. En waar hoort de blauwe? Luxie, gaan wij kijken.
Nee, ik doe voor Luc geen andere. Nou, dan gaan wij deze doen. Het hele thuis schoolgebeuren. Ik hoop dat jullie met jullie thuis ook allemaal goed gaat met het thuis lesgeven. Mocht je thuis lesgeven. Heel veel thuis lesgeven deze zin. Maar maakt niet uit. Maar goed, het volgende wat we vandaag gaan doen is ik ga straks naar de verloskundige om het hartje van de baby te horen kloppen en te kijken of alles goed is. Dit is een afspraak waarbij de partner niet mee mag. Dit is dus eigenlijk de allereerste keer dat ik überhaupt naar de verloskundige ga en al die tijd dat ik zwanger ben geweest en zwanger ben. Zonder Daniel. Heel gek. Maar goed, door de coronacrisis is het nu eens even de regeling. Dus ja, is het niet anders dan dat het is. Ik zal jullie in de auto straks even iets meer updaten. Als ik iets meer rust in huis heb. Want de kinderen lopen hier continu om mijn huis, om me heen. En in de auto heb ik net even iets meer rust om met jullie te praten. Over hoe het nu gaat. Maar ik dacht, voordat ik straks in de auto zit en daar lig, zal ik jullie eerst even vertellen hoe ver ik zwanger ben. En een kleine, korte, snelle buikupdate geven om te laten zien hoe de groei van de buik op het moment is. Ik ben nu 16 weken en uit mijn hoofd 2 dagen zwanger. Dit is dus de buik van nu. 16 weken zwanger. En ik weet het niet goed, jongens, of die heel erg hard groeit. Ik zie het zelf niet meer zo. Misschien jullie wel, maar ik niet. Ik voel alleen wel dat die bol staat. Want ik kan hem niet meer inhouden. Laat ik het daarop houden. Ja, je ziet ook dat hier een heel licht lijntje alweer over mijn navel heen komt. Die is ontstaan door de vorige zwangerschappen. Eigenlijk al bij Luan had ik al dat lijntje gekregen tijdens mijn zwangerschap. Een beetje op het einde. En dat lijntje is eigenlijk nooit meer weggegaan. Toen ik bij Lucilla en mijn Luxie ook zwanger werd, kreeg ik ook al vrij snel weer dat lijntje. En ook als ik niet zwanger ben, zie je heel licht dat lijntje over mijn buik lopen. Maar goed, dat is iets wat hoort erbij. Ik maak me daar niet zo druk om. Maar dit is dus een beetje de buik zoals die nu is. En ja, ik ga straks dus naar de verloskundige. Neem ik jullie uiteraard weer mee om te kijken hoe het daar gaat. En klets ik jullie straks even bij in de auto. Ik ga nu eerst even lunch maken. Gaan we even lekker lunchen. En ik denk heel even met de kinderen naar buiten. Dat ze heel even hun energie buiten kwijt kunnen. Aangezien het zonnetje doorbreekt. Zo, en na deze efficiënte, leerzame ochtend zitten we nu even lekker aan de lunch. Ik zeg eens maar, bedrijfjes. Nou, we gaan even uitwaaien met de fietsjes. Door het parkje. En Lux? Het waait wel alleen een beetje. Kan je erbij, Lux? Hey, ze kan er gewoon zelf op klimmen. Goed zo, Luxie. Hoe is het met de diertjes vandaag? Oh. Willen ze nog met je kletsen? Veel keuterrot van het laatste. Oh ja, nee! Ik weet het. Diano. Wat is het hier? Wil je gelanceerd worden? Ja. Zullen we even lekker rijven uitwaaien buiten? Ja. Zo, ik ben inmiddels bij de verloskundige aangekomen. Ik ben iets te vroeg, dus ik denk, ik pak even een momentje om jullie een klein beetje bij te praten. En ik moet zeggen dat ik het best wel spannend vind. Op een of andere manier. Ja, niet zozeer op een of andere manier. Want ik maak me gewoon
een beetje zorgen. Ja, ik zit er gewoon heel erg mee dat... met twee dingen. De eerste ding is dat ik gewoon... Ik heb natuurlijk die thuis-echo-apparaat gehad. Wat jullie hebben meegekregen in de vlogs. Heb ik trouwens echt ontzettend veel leuke reacties op gekregen. Dus dankjewel daarvoor. Dat is echt heel leuk. Alleen één vervelende reactie. En die heeft Daniel had hij persoonlijk gekregen van iemand die hij persoonlijk kent. En die zei van, oh, weet je wel niet hoe slecht dat is en bladibla. En dat geeft me best wel aan. En ik denk, ja, als het zo slecht zou zijn, dan zou dat überhaupt toch niet op de markt mogen zijn. Ik had even gekeken, het is sinds 2015 op de markt. Als het zo slecht zou zijn, dan zou dat überhaupt toch niet mogen. Maar goed, dat zet mij wel weer heel erg aan het denken en het twijfelen. Heb ik nou wel goed aan gedaan? En is het echt wel allemaal zeven veilig? Ondanks dat het allemaal bijstaat dat het zeven veilig is. Dus dat is het eerste. Zoals jullie weten heb ik ook heel erg last gehad van migraine. Migraineaanval. En dat heb ik eigenlijk altijd al wel. Alleen ja, afgelopen tijd weer even wat heftiger. En op het moment dat wij in Texel waren, had ik dus weer zo'n migraineaanval. Waarin ik eigenlijk normaal gesproken Advil neem. Dus voor je hoofdpijn. Die is iets sterker dan een gewone paracetamol. Want dat werkt anders niet meer bij mij. Maar die kon ik toen niet vinden. Toen ging Daniel op zoek naar Advil in het dorp. En toen kwamen we erachter dat als je zwanger bent dat helemaal niet mag. Wat is nu het geval? Ik heb in het begin, een tijdje geleden in mijn zwangerschap, ook weer zo'n aanval gehad. Zo'n migraineaanval. Waarin ik thuis dus wel die Advil heb genomen. Terwijl ik dus zwanger was. En ik me dus niet zozeer bewust was dat dat niet goed voor je zou zijn. Helemaal niet, voor de rest niet bij nagedacht. En ik denk er nu over na en maak me dan weer heel erg onzeker. En ik denk, oh, zal het toch wel alles goed zijn met de baby? Ik ben nu 16 weken zwanger. Ik voel eigenlijk nog steeds de baby niet zo goed. Heel af en toe denk ik het te voelen. Maar dan kan het ook eigenlijk gewoon... Ja, je darmen zijn die een beetje aan het borrelen zijn. Dat gevoel vind ik nog heel lastig te onderscheiden. Terwijl bij Luxie, met 13 weken voelde ik Luxie al trappelen in de buik. Voelde ik haar al ronddraaien. En voelde ik de bewegingen al, het vlindergevoel, heel licht. En was ik echt gewoon 100% zeker van dat ik Luxie al voelde. En toen was ik dus 13 weken zwanger. En dat was mijn derde zwangerschap. Je zou zeggen, bij een vierde zwangerschap zou je ook wel vrij snel al kunnen voelen. De baby kunnen voelen. Maar ik ben nu 16 weken zwanger. En iedere avond lig ik met mijn handen op mijn buik. In de hoop dat ik wat voel. En dat maakt me best wel onzeker, moet ik zeggen. Dat ik hoop dat alles goed is met die kleine spruit in de buik. Nu hebben we dus een afspraak met dat we het hartje gaan horen. En ik hoop dat alles gewoon goed is. Dat is het enige, dat is gewoon het enige wat ik nu heel erg hoop. Ik weet het niet. Je wilt toch gewoon 100% zeker zijn dat alles wat je doet als moeder zijnde, dat het verantwoordelijk is. Dat je alles doet wat veilig is voor je kind. En als je dan achteraf achterkomt dat je misschien iets hebt gedaan wat misschien wel niet goed is voor de baby, daar kan je gewoon heel erg schuldig voelen. Althans, ik voel me dan schuldig achteraf, ook al was ik me niet bewust. Het kan overigens ook zijn dat de placenta voor ligt, maar dat weet ik dus niet. Dat heb ik nog niet gezien ergens of zo. Ja, ze heeft wel wat gezien toen met een echo. Toen was ik, hoeveel weken zwanger? 10, 11 weken. Dat ze dacht dat ze wat zag, maar het was niet een duidelijk, oh ja, daar zit je placenta. Dus ik hoop dat is of zo. Maar ja, ik heb nu geen echo, alleen maar een hartje kloppen. Dus ik hoop dat ze daarvan wijzer wordt. En ik hoop ook dat de baby goed is gegroeid. Want zoals ik jullie thuis ook al zei, ik weet niet in hoeverre mijn buik al groeit. In het begin groeide die heel erg hard namelijk. En nu heb ik een beetje het gevoel dat hij, dat het een beetje, ja, ik weet niet of het stilstaat, maar... Ik merk het zelf niet meer zo, zeg maar. Ik heb wel een buik, maar ik heb het gevoel dat ik dat al een tijdje heb. Iedere keer weer als de kinderen hun handje op mijn buik leggen en zeggen, oh mama, baby eye, maybe lief. Dan denk ik, oh ja, please. Laat alles goed zijn met de baby. Dus dat is het een beetje, jongens. Dat ik het een beetje spannend vind. En daarom vind ik het ook wel jammer dat Daniel niet mee is. Ik kon ook vannacht niet slapen. Omdat ik nou toch echt een soort van echt helemaal alleen ben. En dat heb ik ook nog nooit gehad in alle vierde zwangerschappen. We hebben natuurlijk het... Daniel en ik zijn heel veel bij elkaar. Dus hij kon altijd mee naar de verloskundige afspraken. Of het nou wel of geen echo was. Hij was er altijd bij. En het is toch ons kindje. En dan moet ik nou opeens zonder hem. Dat vind ik dan wel, ja... Klinkt gek, maar niet compleet of zo. Oké. Ik heb nog 10 minuten, zie ik op mijn klok.
Ja, dus ik ben een beetje vroeg. Maskertje mee, mijn maskertje. Ik weet niet of ik hem op moet, maar ik heb eigenlijk altijd wel een maskertje in mijn zak zitten. Even kijken. Nou, ik kan kiezen zwarte roze. Zal ik maar roze doen voor de vrolijkheid? Oké, jongens, daar gaan we. Ja, hoe handig is. Zo. Nou, we gaan eens even kijken. Naar de babybuik. Zo, mag ik het zo doen? Ja. Zo. Zullen we nou even, ook even voor mama laten voelen? Tot hoe ver de baarmoeder gekomen is. Ja. Hoe voel je dan? Ja, je moet een beetje voorstellen als een... Ja, daar, inderdaad. Je voelt daar als het ware een ballon, gevuld met water. En als je dan hierboven zit, dan strijk je daar zo langs. Voel je dat? Als je een beetje naar beneden drukt. Ja. Voel je dat? Ja, dus ik zit hier op mijn navel. Ja, hier op mijn navel. Hier. En dan moet je een beetje naar beneden drukken. Ja. Dan voel je als het ware een ballon gevuld met water. Ja. Dat is de baarmoeder. Maar als ik hier voel, hier, voel je ook een bolletje. Wat is dit dan? Waarschijnlijk de blaas die voor je baarmoeder aan ligt. Dus niet een hoofdje of zo? Dat is nog... Dat kan ik nog niet voelen. Nee dat kun je nog niet voelen? Nee, dat kan je nog niet voelen nu. Nee. Mag ik het even voelen? Ja. Dat is je blaas. Hier. Dat is mijn blaas. Je voelt hem hier ook zo lopen. Ja. Ik denk iedere keer nog dat de baby daar zit. Nee joh, die zit al hier. Zit hij hierboven al? Ja. Misschien voel ik... Ik ga jij maar eens opletten. Ga maar eens opletten. Alles onder jouw navel, wat je voelt... Vlinderen, golven, ploppen, kietelen, alles is baby. Maar ik zit dus de hele tijd hier mijn handen te houden. Ja. Om te voelen. Waarschijnlijk zit je dan gewoon veel te laag. Zou dat het zijn? Want hier mag je al baby voelen. Oké. Okay. En weet je, het is als jij ligt, dan heb ik mijn twee vingers onder je navel zitten. Ja. Maar als je zit, dan duik je altijd in elkaar. Dan is het eigenlijk alles onder je navel wat je voelt. Ploppen, vlinderen, golven, kriebelen, darmgerommel wat mij betreft, is allemaal baby. Ook darm? Ja. Gerommel? Ja? Ja, want daar zitten geen darmen meer. Die darmen zitten hierboven. De darmen zitten hierboven? Ja. Dus alles hier... Maar dan heb ik misschien wel de baby gevoeld. Ja, grote kans. Zeker als je dit zo vertelt. Helemaal voor niks... Heb je helemaal voor niks zo'n zorgen gemaakt? Maar dan voelde ik hier zo poem en een poem. Oh, dat is mijn darm. En daarna je voelt dan weer je lucht. Dat is baby geweest. Buik. Dat vliegt dus wel. Ja. Oh, wat erg. Maar weet je, dat zie je wat gewoon spanning even doet met je. Ja. Ja, dat is een mooie. Bij deze termijn kunnen ze zich nog heel goed verstoppen. Hij heeft nog ruimte in de buik. Ja. Van alle kanten uitdraaien. Soms hoog, soms laag. Daar ben je zelf. Oh, daar ben ik. Ook goed vertegenwoordigd. Ik leef, jongens. Ja, jongens. Dat zijn bewegingen. Oh. Even kijken hoor. Ik kan dit wel de hele dag opzetten. Ja, maar dit gaat niet te lang doen. Nee, je hoeft niet mee naar huis. Nee. Maar dit vraagt ook wel enige kunst. Ja. We zien wel eens dat vrouwen wel zo'n sound thuis hebben. Ja. En dan kunnen ze hem niet vinden. En dan hebben we ze vervolgens inderdaad hier. Omdat ze gewoon geschrokken zijn, logisch. Ja. Maar het is soms lastig vinden hoor. Je hoort dat het sneller is van een baby. Ja. Dit. Ja, maar zoals deze zit nu heel diep in je bekken. Ja. Is het lastig als je dat voor jezelf moet gaan zoeken. Ja. Maar het is dus iets onder mijn navel nu. Tot hier zit je baarmoeder. Ja. Ja. En hoe weet je dan dat het hartje goed is? Weet je, je kan daar nog nooit 100% zekerheid van geven. Maar wat ik wel is gewoon een mooi regelmatig snel hartje. Oké. Kijk, als ik nu een hartje heb van 40 slagen in een minuut, word ik niet zo blij. Dat is heel langzaam. Dat is heel langzaam. Okay. Maar deze zit zo rond 130, 140 slagen in een 130, minuut. 130, 140. Ja. Okay. Dus twee keer zo snel als jij zo. Twee keer zo snel. Dan is gewoon het sporten in mijn buik gewoon.
Ik zeg wel hij, maar of zij. Het. We weten het nog niet. De baby is een mannelijk woord. Dus de baby. Automatisch zeg je hij. Ja, maar dat is echt hoor. Ik praat er niet. Oh, is het een jongetje? Ja, als mensen ook ze zeggen, dan denk ik, oh wacht even. Zij weten meer. Ja. Hij kan nog alles zijn. Ja. Het is gewoon hij. Het. Maar het kind. Het klinkt dan weer zo. Nee, het is wel een echt persoon. Ukkepuk. Ja, Daniel noemt druif. Dankjewel weer voor het opgeluchte bezoekje. Heel graag gedaan. En tot de volgende keer, hopelijk met Daniel. Ik hoop dat het dan weer mag. Dat het dan weer mag. Ik gun het je dat het je mag. Ja, dankjewel. Ik ben bang dat we vanavond eerst nog andere berichten krijgen. Ja, er staat ons nog te wachten. Ja, helaas wel. Oh. Nou jongens, ik zit weer in de auto. En gelukkig is alles helemaal goed met de baby. Ik wou nog wel eventjes zeggen tegen jullie dat ik een beetje emotioneel brak bij de verloskundige toen ik vertelde waar ik mee zat. En doordat ik een beetje erg moest huilen, had ik dus mijn mondkapje afgezet omdat ik helemaal tranenogen had en alles. En mijn bril besloeg en al. En toen ik een beetje was bijgekomen, toen zei ze, kom, gaan we nog een keertje naar het baby luisteren. En kon ik jullie aanzetten, maar vandaar dat ik dus even dus dat mondkapje niet op had, omdat ik zo overstuur was, of zo over even emotioneel was, van dat ik me zorgen maakte om de baby. Toen ik een beetje was bijgekomen, konden we alsnog voor jullie ook in de vlog, of voor Daniel en de kinderen ook in de vlog, het hartje horen. Ik ben zo blij dat alles goed is. Dus zou ik van, als je volgende keer weer zorgen maakt, bel ons meteen. En dan kan je wellicht wat eerder terecht. Dan kunnen we je geruststellen. Er kan echt niet zomaar wat gebeuren met als je je op ongeluk die wat veel hebt geslikt. Sowieso, dan had er allang wat gebeurd moeten zijn. En dat is er niet. Ze zei ook van, de echo is echt niet schadelijk voor je. Anders zou überhaupt dat hele gebeuren niet, dat hele apparaat niet verhuurd mogen worden. Dat zou het hele bedrijf niet bestaan. Nou, het kortom, ze stelde me helemaal gerust. Dat ik me zorgen heb. Ja, ik heb me gewoon zorgen weer gemaakt om niks eigenlijk. Ik sla mezelf dan. Ja, nou ja, weet je. Je voelt je op een gegeven moment ook schuldig. Je gaat allemaal gekke scenario's in je hoofd halen. Helemaal met de hormonen nu. Die de zwangerschap met zich meebrengt. Maar goed, ze heeft ook nog gevoeld. Waarom ik de baby niet voel, is dus of de placenta ligt aan de voorkant. Of ik heb gewoon helemaal verkeerd zitten voelen. Want ze zegt, je buik is al best wel gegroeid naar boven toe. Alles zit al best wel ver vanaf mijn navel, zeg maar. Terwijl ik iedere keer nog het gevoel heb gehad dat de baby helemaal onderin zit. Wat eigenlijk in het begin was. Maar ze zei, nee, je baby en je baarmoeder is allemaal gegroeid naar boven. Dus als je wat voelt, hoeft het niet alleen maar onderin te zijn. Maar kan het ook aan de zijkant zijn of je darm of dit. Nou, ik heb natuurlijk wel dingen gevoeld in mijn buik. Maar ik dacht dus echt dat gewoon mijn ingewanden is en zo, zeg maar. Ze zijn, nou ja, het kunnen bijna je darmen niet zijn. Want je darmen zitten helemaal hoog. Die zijn naar boven geduwd. Je darmen die zitten niet meer hier beneden. Daar zit echt je baby. Dus dan is het waarschijnlijk echt de baby geweest. Dus dan voel ik dus wel gewoon de baby, jongens. En ga ik me nu nog beter erop concentreren en op letten. Dat ik op de goede plekken voel. Ik ben zo opgelucht en blij. De baby groeit goed. Hartje klopt goed. Er is niks om zorgen over te maken en alles is goed. En Daniel belde net al van, is alles goed met de baby? Die was natuurlijk ook super benieuwd of alles goed was. Ik heb hem het ook meteen gerustgesteld. Dus jongens, dit is natuurlijk wel weer een langere vlog geworden vandaag. Hopelijk vonden jullie het niet zo heel erg, maar ik had gewoon weer van alles te delen met jullie. En ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Ik ga nu snel weer naar huis, want ik mis de kinderen, ik mis Daniel. En ja, ik hoop dat hij het eten klaar heeft. Dan kunnen we zo lekker aan tafel. Nou, wat is de sleutel? Op naar huis, jongens. Op naar mijn kroos. Zoals Daniel altijd zegt. Nou, ik ben weer lekker thuis. Ik kan ook afsluiten. Ik kan ook afsluiten. Ja, zullen we lekker de vlog weer afsluiten? Oh, mijn haar hangt voor jou. Yes. Want het is al laat. We gaan zo lekker eten. En volgens mij is het echt weer een super lang vlog. Alles was goed met de baby. Hartje horen kloppen. Ik zal jullie straks even een fragmentje laten zien. Ja, en de baby was heel goed gegroeid. De baby zit niet meer hier, maar de baby zit al helemaal hier. Ja, hij bent lang, hè? Ja, maar ik ben serieus. Ja. Oh, super, hè? We gaan lekker eten. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even, hè? Dankjewel. Vergeet niet te abonneren. Klik op een beetje. Zie je morgen weer een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei. Volg je hart, boem, boem, mee. Fest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem.